Hallo en welkom op mijn videokanaal. Ik ben weer terug met de serie Aftellen naar Kerstmis 2021. En vandaag ga ik dit kaartje maken. Dit is een kaartje wat ik heb laten zien in een blogbericht van afgelopen augustus. Iedere eerste van de maand doe ik mee aan een hop met een internationaal team van Stampin' Up! Demonstratoren. En in augustus was het thema mini-catalogus. Augustus tot en met december 2021. En toen heb ik dit kaartje gemaakt. Want ik was, zoals ik gisteren al vertelde, gelijk weg van deze hele suite. Ik ga vandaag deze maken. Morgen ga ik deze laten zien. Dan weten jullie dat alvast. Maar eerst gaan we met deze aan de slag. En hier is de kaartbasis zwart. Met binnenin een witte mat. Ook gestempeld. En op de buitenkant het huisje los en dan die bomen. Ik ga het nu net even iets anders doen, want ik doe nooit twee kaarten hetzelfde. Ik kan dat gewoon niet. Ik heb nu een basiskaart in Basic White, een mat in Basic Black. De basiskaart is weer 21 bij 14,5 gereeld op 10,5. De mat is 10 bij 14. En van het designpapier ga ik een matje snijden van, ik denk 9,5 bij 13,5. Dat is wel, ja, prima. Dat kan heel leuk. Dan ga ik straks aan de bovenkant er ietsje afhalen. Maar ik ga eerst snijden. Snijrilapparaat er even bij. Basiskaart even aan de kant. En dan snij ik hem eerst hier op 13,5. En dan ga ik eerst aan de bovenkant echt die hele witte rand weghalen. Die precies op het topje van die boom zit. Zo. En dan maak ik hem 9,5. Ja, moet kunnen. Hup. En hou hier eventueel wat over om die achterkant nog als strookjes te gebruiken. Dat is helemaal wat je ermee wil gaan doen. Zo, en dan ga ik eerst iets doen wat ik op deze kaart niet gedaan heb. En dat wil ik hier wel eventjes doen. Met de winkel Stella ga ik die hier zitten. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Hier zitten een soort bergtoppen. En die ga ik even wat aanzetten met de winkel Stella. En dat doe ik alleen aan de bovenkant van die bergtoppen. Zodat je ze ietsje beter ziet. Die contouren iets zichtbaarder worden. Zo. Meer niet. En hier kan ik dan eventueel die onderkant nog wat glitter geven rondom die boompjes. En that's it. Je ziet al duidelijker die contouren van die bomen. Dan gaan we eerst die matten en de kaart op elkaar plakken. De matten op elkaar. Zo. Die komt hier rechtop. En dan kan die gelijk op de witte kaart. Zo. En daarna gaan we stempelen. Dan gaan we eerst dat berghutje stempelen. Zo. Deze zit. Het berghutje en de hut gaan we stempelen. En als je heel goed kijkt, dan zie je hier ook de vos nog lopen. Maar de vos ga ik pas stempelen op het moment dat ik de hut klaar heb. Dus het hutje kan hierop, want veel groter heb ik niet nodig, denk ik. Nee, is prima. Dat kan hier heel goed op. Daar past het hek denk ik ook nog wel bij. En voor allebei hebben we stansen. Superhandig. En ik stempel hem deze keer gewoon met Memento. Voor die kaart heb ik hem volgens mij met Smoky Sleet gestempeld. Maar dat durf ik niet meer met zekerheid te zeggen. Dat zou ik echt naar moeten kijken. Deze is veel donkerder. Echt veel donkerder. Het hekje moet ik eventjes uit de stempeldoos halen.
Ik zal overigens eventjes de link naar het blogbericht ook hieronder zetten. En morgen doe ik het andere kaartje uit het blogbericht. Dan laat ik zien hoe ik die gemaakt heb. Zo, dat hekje doe ik even hierboven zetten. En klaar. Die maak ik zo meteen allebei even schoon. En ik ga nu eerst even met de winkelsteller eroverheen. Zodat die kleuren een klein beetje in elkaar over gaan lopen. En die een klein beetje glim krijgt. Want hij pakt gewoon wat kleur op van de kaart. Van de inkt nog, omdat hij nog een klein beetje vochtig is. Dat is het voordeel van een winkelsteller. In combinatie met watergedragen inkt. Want de winkelsteller is alcoholgedragen. Zo. En dan maak je die wat lichter. Sneeuw nog een beetje glitter. Hoppeta. En hetzelfde doe ik hier even bij het hekje. Dan krijg je een beetje dat vervaagde beeld. Zo. En even uitstansen natuurlijk. Met de mini, want ze passen gewoon op de mini. Zo, moet ik even kijken of die niet te breed is. Ja, dat dacht ik al. Dus ik moet wel in twee keer gaan stansen. Maar dat geeft niet. Die past hier wel op. En dan heb ik deze stans nodig, die grote weer, om het huis uit te stansen. En dan knippen we straks de contouren gewoon eventjes verder langs. Dat heb ik bij dat kaartje ook gedaan. Hekje uit de stans. En dan gaan we de kaart opbouwen. Oh nee, ik moet eerst nog knippen. Een klein stukje knippen. Nou is deze natuurlijk, die contouren zijn echt super makkelijk uit te knippen. Echt een beetje recht toe recht aan werk. Gewoon op gevoel. Daar moet je niet te moeilijk over doen. Huisje klaar, hekje klaar. En dan komt dat huis hier een beetje voor die bomen. Dat hek ga ik hier neerzetten. Maar ik wilde ook dat vosje. Dat vosje wil ik nu iets beter zichtbaar hebben. Nou, die zal dan toch iets meer hier naar die boom toe moeten. Ik wil hem er ook bij hebben. Ik vind hem gewoon leuk. Hij is gewoon leuk. Zo'n schattig klein vosbeestje. Ik weet dat ze niet altijd even lief zijn. Maar zo op dit plaatje vind ik hem dan wel weer leuk. Gewoon hier vandaan, tussen de bomen vandaan. Een vos. Deze gaat op dimensionals. En het hekje gaat ook op dimensionals. Dat is een welbekende formule. Bij mij gaat er echt veel op dimensionals. Ik hou er gewoon van.
een beetje dimensie erin krijgen. Dan kun je ook die kleintjes nog gebruiken. Met prikpen. Om die kleintjes erop te zetten. Dat werkt toch lekkerder. Zo, ik denk dat dit voldoende is. Die achterkanten eraf. En dan gaan we even kijken waar we hem neerzetten. Ik wilde de vos zichtbaar houden. En het hek moet er nog bij dus. Ietsje hoger kan niet. Zo. Dan komt dat hek er zo voor. Hier zou hij dan vast komen te zitten. Dus plak hier gewoon kleine dimensionals onder. Dat het net lijkt of hij ervoor staat. Die pas je precies op. Ho, die gaan gooien met je hek. Ja. Kijk, precies. Dan pakken we nog wat van die glittersteentjes erbij. Heel voorzichtig. En ik ga er even zilver uitzoeken. Ah, fijn, dan doen we het toch zo. Dan doen we het wel met deze. 3 steentjes erop. En dan wil ik graag zilver hebben. En de grootste doe ik boven. Nu wil ik eigenlijk nog een kleintje. Hier ligt een mooi kleintje. Zo. Die kan daar. Nu ga ik zelf zachtjes praten, omdat ik voorzichtig moet zijn met plakken. Ja. Ja. Gek is dat je dat doet. Zo. En dan een middelmaatje, als ik het kan vinden. Want dit is ook weer een kleintje. En ik wil wel in die zilverreetje blijven zitten. Die is groot. Dat is een middelmaatje. En die zetten we daar neer. En dan zet ik hier wishing you the best. En zullen we die dan eens lekker embossen? Want dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Even die weg en dicht. Voordat die gaat vallen. Dan zijn we verder van huis. Die ga ik in het wit embossen. Ik heb de oude embossing buddy nog. Die zijn overal te koop. Het is gewoon even het antistatisch maken van je papier. Zodat het gewoon de embossing beter pakt. Zo. Versamark. Ik heb natuurlijk even een stempelblokje nodig voor wishing you the best. Zie je bijna niets. En dan komt het kunstje. We gaan er embossingpoeder overheen strooien. Een mooi laagje. Zo. Dekseltje weer op. Dan pakken we die tool erbij.
klaar. Nou weet ik niet of ik hier een labeltje voor wil stansen of dat ik hem gewoon net als deze uitknip. Ik vind het eigenlijk wel mooi om er even een klein labeltje voor te stansen. En ik denk dat deze er wel omheen past. Yes! Dat gaan we dus even doen. Die stansen we nog even uit. Die komt hierboven. Dan knip ik hem net als bij deze eventjes rechtaf. Dan vlacht hij er mooi overheen. Dus gewoon hop. Nou had ik hem natuurlijk ook gewoon alvast op kunnen plakken. En daarna af kunnen knippen. Maar ik vind dit makkelijker. Doe de 3 onder. Dan zakt hij ook niet door. En volgens mij hebben we dan nog een binnenkantje te stempelen. En dat kan direct op de kaart nu, omdat ik een witte basis heb genomen. Zo, die kan mooi hier. Dat is klaar. Dat heb ik hier ook gedaan. En dat ga ik bij dit kaartje ook doen. Ik pak eventjes een stukje smeerpapier, zodat ik er overheen kan stempelen. De bomen hebben we dan nodig. En het vosje. En een tekst voor de binnenkant. En ik vind deze wel mooi voor de binnenkant. May you enjoy the peace of this beautiful season. Ik ga ook deze eerst even schoon moeten maken. Dus voorzichtig eraf. De boompjes. En die gaan we ook met memento stempelen. We houden het gewoon in de grijs-zwart-wit kleuren. Deze keer in het zwart-wit. Ik hoef eigenlijk alleen deze bomen te doen, hè? Jup. Die stempel ik aan de onderkant van het kaartje. Het vosje er nog bij. En dan de tekst. Mooie tekst. Even kijken of hij goed afstempelt. Ja, prima. En dan die zo recht mogelijk hier proberen te krijgen. Ik zeg helemaal goed. Kaartje klaar. Dus deze direct op de kaart gestempeld aan de binnenkant. En aan de voorkant heb ik hem gemat. Een klein verschilletje, maar wel dezelfde kaart. Dit was hem voor vandaag. Nog 38 dagen, dan hebben we eerste kerstdag. Bizar dat het zo snel gaat. Het lijkt ieder jaar sneller te gaan. Ik zeg tot morgen en een fijne dag verder. Doei doei!